Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Goed, zondagmorgen. 9 januari. Lekker. 4 rondjes vandaag. Heerlijk gelopen. Qua tempo niet al te snel, maar wel gewoon lekker gelopen. Net even de gegevens gekeken, was redelijk constant. Dus dat is wel weer goed. En nou ja, ik ben klaar met het hardlopen en dan begint het een klein beetje te druppelen. Dus ook dat is erg gunstig. Om het wezen niet in die regen te lopen. Nou, een beetje werk alweer erop zitten. Was echt wel lekker. Ik vond het wel prettig om weer te werken. Dus een weekje vakantie is ook leuk. Ja, als je een vakantie hebt en je kan toch niks, dan schiet dat niet op. Dus niet, het was wel vervelend. Je kan ergens heen. Je wil ergens heen, maar je kan ergens heen. Ja, dat is lastig. Maar goed, zijn we ook al doorgekomen. Een beetje voetballen of een beetje werken natuurlijk. Nou, weer hardgelopen. Dus weer een goed begin voor de zondagmorgen. Dat hebben we weer goed gedaan. Het team van Julian die zit ergens in België in een of ander, ik weet niet, een soort Jap Jummi-leeg geloof ik of zo, weet ik wat. Weekendje weg, lekker feesten. Helaas kan hij niet bij zijn. Dat vind ik op zich wel jammer, maar ja, het zij zo. Ik kan niet overal bij zijn. En ik heb wat foto's en wat beeldwerk gezien. Dat is wel gezellig daar zo. Goed, dat is altijd wel gezellig. Dus ligt daar niks mis mee. Nou ja, voor de rest moeten we even afwachten wat nou gaat worden met sporten. We mogen natuurlijk met het team onder 17 mag je natuurlijk gaan trainen tot 8 uur. Nou, dan is de vraag van krijg ik het wel voor elkaar om zoveel meiden bij elkaar te krijgen om te gaan trainen. Nou, de intentie is er wel, want we hebben natuurlijk eventjes gepolst en ze willen eigenlijk allemaal wel komen trainen, ook qua tijd. We moeten natuurlijk voor 8 uur moeten getraind hebben. Dan hoop ik dat we eind deze week te horen krijgen dat we weer gewoon normaal mogen voetballen en mogen trainen, want dit schiet niet op. Dit werkt echt. Net in Bos ook, er is altijd zo'n loopgroep van loopgroep graven. Ze zijn altijd iedere zondagmorgen zijn ze in het bos aan het hardlopen. Daar hadden we het nog een keer over. Het is eigenlijk toch wel bizar dat je als je wil gaan sporten binnen, buiten, wat dan ook, dan mag het eigenlijk helemaal niet. Terwijl dat het meest gezonde is. En alle vreedschuren en zo, die mogen gewoon open blijven. Ja, weet je, er is. Of niet alle vreedschuren, maar in ieder geval winkels die dan ongezond zijn, die mogen wel overblijven. Ja, het begrip is wel raar. Echt raar. Dat je voor je gezondheid wil werken, dat mag niet. Sportscholen dicht, sporten tot een bepaald tijdstip. Als ouderen mag je niet sporten, tot 17. Ja jongens, waar gaat het over? Goed, dat besluit ligt er eenmaal. Nogmaals, ik hoop dat het volgende week vrijdag anders is. Dat we dan weer gewoon normaal kunnen gaan sporten. En voor zaterdag gaan we nog wel een oefenwedstrijd staan. Die hebben we ook gewoon laten staan. Om de doodgevallige reden mocht het inderdaad vrijdag blijken dat we... Dat we gewoon mogen blijven sporten. Onderlinge wedstrijden spelen, dus oefenwedstrijdje of wat dan ook. Dan staat die wedstrijd aan. Willen ze eruit halen. Zover mag waarschijnlijk toch niet. Maar ik zeg van ik laat hem staan. Want als er dus inderdaad vrijdag bekend wordt dat we wel weer gewoon normaal mogen gaan sporten met buitensporten. En dat je ook externe tegenstanders, zo gezegd, dus niet onderling maar externe tegenstanders mag ontvangen. En dan is het veld in ieder geval gereserveerd.
En ik heb ook gezegd van, omdat het veld dan toch gereserveerd is, kunnen we op de zaterdag wel gewoon gaan trainen. Dus dan staat dat in ieder geval toch vast. Dus ja, ja, dat. Dus we moeten even afwachten. We zullen het wel zien, volgende week vrijdag. Of komende vrijdag, dan weten we meer. En dan hoop ik dat het allemaal weer kan. Want dit is niks, dit is voor niemand goed. Dit is niet goed. Dus bij deze zeg ik in ieder geval dank voor het kijken in ieder geval weer. Korte praat. En dan ja, zie ik volgende week weer. Ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je volgende week in ieder geval weer terug. En dan ja, kijken we wat we dan weer weten. Oh ja, ik was vorige keer, had ik gezegd, was ik een beetje aangekomen door de feestdagen. Ik hoop, als ik daar op de week zou staan, ik hoop dat er weer wat af is. Mijn gevoel is echt van wel, maar ik weet alleen niet hoeveel. Dus ik zou zeggen in ieder geval, tot de volgende keer. Tot de volgende praat. Ik zeg, tjoe!